Wat u voor vanavond meer beloofd? Wat u iets nieuws beloofd? De prijs voor beste overheidsorganisatie van het jaar. Een prijs onder verantwoordelijkheid van het VOM, Vereniging voor Overheidsmanagement. En dan denkt u, het VOM, ze stellen zichzelf even aan u voor. De Vereniging voor Overheidsmanagement bestaat uit geëngageerde overheidsmanagers en professionals. We willen aandacht geven aan de positie en vaardigheden die horen bij een goede overheidsmanager. Hierbij ligt de nadruk op het creëren van reuring, verrassing en vernieuwing. Dit door activiteiten te organiseren zoals het Reuringcafé, Tijdmalen, Obla, Overloop, Stampijfabriek, publicaties zoals Finesse in Vakmanschap en de zoektocht naar het handwerk van de overheidsmanager. We vinden het belangrijk dat wij als overheidsmanagers en hen die ons adviseren, samen optrekken en ervaringen delen en benutten. Onze ambitie is dat de VOM het netwerk wordt van overheidsmanagers in de publieke sector. Ik hoop dat jij jouw bijdrage aan dit netwerk wil leveren. Dames en heren, graag uw aandacht voor de voorzitter van VOM, Mark Frequin. Hallo, welkom. Dag Mark. Het VOM doet heel erg veel. Waarom dit initiatief daarbij? Koos van der Steenhoven, in de tijd dat hij secretaris-generaal bij Binnenlandse Zaken was, zei tegen zowel de stichting als tegen mij, kijk eens of je nog wat meer kan doen bij de gelegenheid van overheidsmanager van het jaar. En eigenlijk wil ik meer aandacht voor de overheidsorganisatie van het jaar. En die vraag heeft hij bij ons neergelegd. Nou ja, en dan is de vraag overheidsorganisatie. Jullie gaan op zoek naar de beste. Maar ik begrijp ook dat het een soort aanloop is naar een Europese prijs. Kun je daar iets over vertellen? Ja, we zijn om ons heen gaan kijken. En we hebben gedacht, laten we nou niet iets nieuws bedenken. Laten we gewoon eens kijken wat er allemaal is. En toen bleek ons dat in Europa een prijs was, de European Public Sector Award. En wat ons nog meer verbijsterde, er zat geen Nederlandse organisatie bij. Toen hebben we contact gezocht met de EIPA, de European Institute of Public Administration. Oost, wel gelokaliseerd in Maastricht, dus we zijn ergens iets kwijtgeraakt. En toen hebben we gezegd, goh, kunnen we nu een afspraak maken dat we in Nederland gaan meedoen aan die verkiezingen? En dat gaan we nu doen. En die afspraak is dat vanaf volgend jaar is, hè? Dus even voor de goede orde, de partij die beste overheidsorganisatie van het jaar wordt, wordt dan ook voorgedragen voor deze prijs. Ja, we waren wat laat dit jaar. We zijn wat laat op de wagen gestapt. Dus we zijn volgend jaar de aanloop aan het nemen. Want het is één keer in de twee jaar. 2015 wordt het jaar. Maar we dachten, we gaan niet stilzitten. We beginnen gewoon. Het is een soort pilot. Nou, dat is een woord in ambtelijk Nederland wat we allemaal goed kennen. Een pilot. En de pilot bestaat er eigenlijk uit die zoektocht naar beste overheidsorganisatie. En hoe vind je die dan? Afschuwelijk. Dus we dachten, laten we nou niet een nieuwe prijs gaan maken, maar laten we gewoon eens kijken, wat zijn de prijzen? We hebben aan iedereen gevraagd, help ons. En het bleek dat er 50 prijzen waren voor de beste overheidsorganisatie van het jaar. Innovatief, de beste bedrijfsvoering, goede werkgever, duurzaam. En toen hebben we gezegd, dan stoppen wij. Wij gaan niet een nieuwe prijs bedenken, maar we brengen al die prijzen bij elkaar. En daar zijn we mee gestart, met die 50. De beste van de beste. De zoektocht naar die ene organisatie die de overheidsorganisatie van het jaar in Nederland is. En ik geloof dat je een hele manier hebt bedacht om die te vinden. Ja, je zag in het filmpje even dat we met de VOM hebben gezegd, we maken er een zoektocht van, hoe word je een goede manager, hoe krijg je een goede organisatie. En dat hebben we ook toegepast op deze prijs. Dus twee van mijn bestuursleden, Arjen van Gils en Wil Rutte, die zijn op pad gegaan met die zoektocht. En dat gaan ze zo meteen in een filmpje laten zien. Naar dat filmpje gaan we samen kijken. Dankjewel. Heel plezierig dat Arjen en ik vandaag op pad mogen om te zoeken naar wat nou precies de beste overheidsorganisatie in Nederland is. En straks de beste overheidsorganisatie van Europa. En nou zijn er heel veel verkiezingen en awards, maar allemaal gaan ze over een stukje. En aan ons nu de zoektocht om uiteindelijk te komen tot een universele winnaar. Zonder alleen dat onze eigen organisaties niet mee mogen doen. Maar je hebt al een hele prijzenkast, begreep ik. Er valt allicht wat te leren. In Brabant zijn we wat bescheidener. Nou, benieuwd wie we gaan zien. Ja, en
wat we allemaal tegenkomen. Ik heb een paar sleutels. Nou, dan weet ik het wel. Van dit busje? Dit busje. Die fantastische kleur. Je moet het duwen met de mond, want kijk, nu komt er iemand voor en daarom moet het dus uit blijven. Hij deed het net allemaal prima, maar ik denk dat het busje in Den Haag laat. Nou, dit gaat allemaal goed, jongens. Beste overheidsorganisatie, één ding, het beste busje is iets anders. Nou, mooi dat we aangeduwd werden. Dat is dan ook wel weer overheid. Dat is gewoon een handje helpen. Ja. Hulp verlenen aan hen die deze behoeven. Bijna Deurne, jouw gebied. Ja. Brabant. De VNG heeft de prijzen uitgeloofd om te kijken wie nu eigenlijk het meest innovatief kon bezuinigen. De Pecunia trofee. Ik ben heel benieuwd over wat ze daarover te vertellen hebben. Je zou denken, de pleuris breekt uit, de gemeente bezuinigt en ze moeten het voortaan zelf gaan doen. Muziek en onderwijs in Deurne was gewoon via een reguliere subsidie aan een instelling georganiseerd. Toen die bezuinigingen zich ook in Deurne aandienden, moesten we creatief zijn en na gaan denken hoe dat ook anders zou kunnen. En zijn met de Harmonieën aan tafel gaan zitten om te kijken of zij zelf in muziekonderwijs zouden kunnen gaan voorzien. De Harmonieën hebben de handen ineengeslagen, zijn een soort corporatie gevormd. En daardoor zijn wij in staat gebleken om al onze kinderen en jongeren naar de muziekschool te laten gaan. We zijn dat ook op een heleboel andere terreinen gaan toepassen. Op dit moment zijn we bezig met sportclubs te betrekken in het beheer van gymzalen. We zijn bezig met het onderhoud en het voorzien in speeltuintjes. Dus door samen de schouders eronder te zetten, weten we hier in Deurne op een heel andere manier tot publieke voorzieningen te komen. Nou, op naar de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord. En ze hebben een prijs gewonnen voor... Veilige publieke taak. Dat lijkt maar een hele smalle prijs. Ik ben heel benieuwd wat ze daarover vertellen. Welkom bij de veiligheidsregio Ambulancezorg. Wij hebben de award gewonnen omdat we een heel mooi programma hebben gemaakt om onze medewerkers veilig te kunnen laten werken in deze regio. En veilig in de zin van niet alleen leren hoe ze moeten omgaan als ze agressie tegenkomen, eigenlijk ook preventie van agressie. En aan de andere kant, als er dan toch incidenten zijn, dat het dan ook wordt opgepakt door politie en justitie en ook echt voor de rechter komt. Wat merk je als voor de totale organisatie van die award voor dit stuk van je taak? Ik merk dat dit een thema is wat leeft bij de medewerkers, waarbij ze zeggen onze directeur weet waar het over gaat en ze zijn ook trots op onze organisatie. Kan die award ook een uitstraling hebben naar collega-diensten waar je mee samenwerkt? Ja, Veilig Publieke Taak heeft gezegd van dit vinden we een voorbeeld, dat zetten we op onze site, zodat ook andere plekken waar ze met agressie te maken hebben, dat ze dat model kunnen gebruiken. Hartstikke dank mooi. Dankjewel. Waterschap Brabantse Delta. Ze hebben hem gekregen voor een goed werkgeverschap. Ik ben eigenlijk wel benieuwd van waarom zijn ze nou voor dat goed werkgeverschap gegaan. Helpt dat nou om een goed waterschap te worden? Prachtig gebouw, maar wel een beetje duur als ik het zou moeten betalen, denk ik. Ja, ja, ja. Het is belangrijk dat iedereen met plezier naar zijn werk gaat. We hebben 200 mensen, mannen en vrouwen, die werken dagelijks in de buitendienst. Er zit heel veel technische kennis. En wat we eigenlijk hebben gezegd is dat die 200 mannen en vrouwen buiten, die gaan voor een belangrijk deel mee de koers bepalen. En we zien ook dat dat heel veel effecten heeft. We zijn heel pas op handelsmissie geweest naar China. Een van de thema's was water. En het leidt er nu toe dat we morgen een grote delegatie terugkrijgen uit China. En die willen onze medewerkers ontmoeten die zelf hartstikke goed zijn in die waterzuivering. En daar gaan waarschijnlijk grote deals uit voortkomen. En dat is natuurlijk heel goed voor het Nederlandse bedrijfsleven. Eindelijk Brabant uit. Volgende patiënt. Horen. Great place to work. Ik zie geen bordje horen hier staan. Ik denk dat ik hier toch maar gewoon weer terug ga, want blijven rondjes. Ja. Welkom in Horen. Ja, ah, dankjewel. Dag Wil. Welkom. Geef je mee? Ja, sure. Iedereen die wil natuurlijk wel goed werkgever zijn, maar we hebben gezegd dat we het ook meten. En waarom deed je die Europese component erbij? Omdat ik denk dat goed werkgeverschap nou niet typisch iets lokaals of nationaal is, maar dat je ook kan leren van de goede voorbeelden die in het buitenland zijn. Nog belangrijker is dat Great Place to Work niet toetst op tevredenheid, maar op vertrouwen. Dus het vertrouwen wat medewerkers hebben om hier te werken. En als je nou gewoon een medewerker bent,
Is dit dan echt een great place to work? Ongeveer 75% vindt op dit moment dat we een great place zijn. Je ziet bevlogen mensen aan het werk. Je ziet ook onderdelen van dienstverlening ook wel dat we het ook beter zijn gaan doen. Het gebruik van de social media, dat was voor ons 3 jaar geleden toch nog wel een onbekend terrein. En bij de laatste ranking stonden wij bovenaan. Wij geloven erin dat als je die levendige stad voor iedereen wil maken, dat je ook echt een toporganisatie nodig hebt om dat ook te realiseren. En nu zijn we nummer 13. Die status die jullie hebben, die heeft echt geholpen. Die heeft echt geholpen, ja. Hogeveen in Drenthe. Waar wij de gemeente bezoeken. Ja, en die hebben de prijs gewonnen. Weer Effectory, beste werkgever. Nou, dan gaan we eens aan de slag met hun. Het is hier heel erg tof om te werken, omdat er gewoon leuke collega's zijn. Wat ik terughoor van heel veel medewerkers, zeker die hier ook nieuw binnenkomen, is dat ze zeggen, het is alsof je in een warm bad komt. Het is een gezellig, goed georganiseerd, goed geolied bedrijf, waarbij collegialiteit en loyaliteit hoog in het vaandel staat. En het stomme is, het zijn vaak die hele kleine dingen die voor mensen het gevoel uitmaken, voel ik me welkom of voel ik me niet welkom. Het is toch wel raar dat we weinig gezien hebben aan metingen en awards die uiteindelijk de buitenwereld toekent. Ja. En daar moet het uiteindelijk gebeuren. We hebben heel erg gefragmenteerd dingen gezien. Bedrijfsvoering, werkgeverschap, je zou eigenlijk de samenhang moeten doen van we hebben een heel breed pakket als overheid. Wij zochten naar de beste overheidsorganisaties, maar dat uiteindelijk toch individuele mensen in die overheidsorganisaties, dat die het beslissende verschil maken. Uiteindelijk zijn we openbaar besturen, we doen het niet voor onszelf, we doen het voor de buitenwereld. En dat betekent dat de buitenwereld ook eigenlijk een oordeel toekomt. En dat zie je nog niet zo in wat we vandaag gezien hebben. Nou, dat was het. Dat was hem. Mooi dagje. De S-man achter ons aan. Nou, dat was een mooie reis. Rondje Nederland. Ja. Drenthe, Noord-Holland, Brabant, Den Haag. Zo'n 10e tour, maar dan een beetje later. Heel erg mooi om te zien dat organisaties op onderdelen echt heel erg goed zijn. Er is volgens mij nog iets meer te vinden dan wat we nu gezien hebben. En waar we eigenlijk meer naar op zoek zijn, is van hoe doet die overheid het nou als totaal? En hier binnen zitten honderden overheidsmanagers en bestuurders allemaal betrokken bij een goede overheid. Als we die nou weten te mobiliseren om het komende jaar dezelfde zoektocht met ons te gaan doen, dan hebben we waarschijnlijk meer kandidaten volgend jaar en waarschijnlijk nog meer inzicht om Nederland neer te zetten als dit kun je van Nederland verwachten. Het zou mooi zijn dat we daar toonaangevend in Europa worden. Kom, we gaan naar binnen. Dames en heren, kom maar binnen. Arjan van Giels en Wil Rutte. Ik zie dat jullie snel een stropdas om hebben gedaan met z'n tweeën. Ja? Barre tocht onder weer vandaag ook, hè? Ja, vreselijk. En storm, ja. Niet makkelijk geweest? Nee, dat viel niet mee. Dat is Nederland groter dan je denkt. Ja. Wil, even een vraagje. Hoeveel parkeerboetes hebben jullie vandaag opgehaald? Nou, dat weet ik niet. Mijn jongere boer Mark heeft die betaald. Dus, Oké, daar heb je niks meer van gehoord. Nee, dat hebben we gedelegeerd. Zegt het iets over de handhaving in Nederland? Dat je gewoon uitgebreid op een gehandicapte parkeerplaats kan staan? Nou, dat was het idee van mijn andere jongere broer. Die zei, laat, hier kunnen we wel gaan staan. Oké. Nou, jullie zijn het hele land door geweest. Echt een zoektocht, kwiskwas, overal nergens. Gemeente Hogeveen, gemeente Hoorn, Deurne, het waterschap Brabantse Delta en de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord. Wie is wat jullie betreft de beste overheidsorganisatie en waarom? Nou, het is moeilijk om ze te vergelijken, want je ziet dat ze heel verschillend zijn en je ziet dat ze dus ook allemaal, wat ook blijkt, op één onderdeel zitten. Wat heel leuk is, is om te zien dat ze allemaal ongelooflijk gepassioneerd daarmee bezig zijn. Maar om nou te zeggen, dit is de allerbeste en dat kunnen we ook aan iedereen uitleggen, dat is nog een beetje lastig. Maar wat heeft dan uiteindelijk voor jullie de doorslag gegeven? Waar heb je naar gekeken? Belangrijk volgens mij is dat de buitenwereld betrokken is en niet de overheid alleen in zichzelf.
Twee is dat het moet gaan om resultaten halen. En ook over het thema waar het nu heel erg over gaat is participatiesamenleving. Hoe krijg je uiteindelijk die draai gemaakt met je omgeving? Ja, en dan is er maar één die daar echt uitsprong. Voordat je dat zegt, de Roffel. De winnaar voor de beste overheidsorganisatie van het jaar is... Gemeente Deurne. Gemeente Deurne. Mag ik u vragen om naar voren te komen? Nou, welkom. Kom iets naar voren. We zagen jou ook in het filmpje, wethouder in Deurne. Blij? Hartstikke blij. Terechte winnaar ook. Heel erg mooi om deze prijs te kunnen krijgen. Zeker. Maar is Deurne inderdaad de beste overheidsorganisatie van heel Nederland? Als het gaat over koers op eigen kracht, het inzetten van inwoners in de productie van publieke taken, dan denk ik dat wij heel ver voorop lopen. Is het eigenlijk ook de definitieve comeback van de wat kleinere gemeenten? Zou best kunnen. Ik denk dat kleinere gemeentes in staat zijn om dichter bij de inwoner te staan en daardoor de inwoners ook beter te betrekken bij het instand houden van voorzieningen. En dat is in deze tijd met de bezuinigingen natuurlijk erg belangrijk om na te streven. Nou, bij zoiets hoort gewoon een hele mooie prijs. We hebben hier de minister van Wonen en Rijksdienst, Stef Blok. Ik zou aan jou willen vragen om de wethouder van de gemeente Deurne de award, en het is een behoorlijk ding, te overhandigen. Ik moet even nadenken wat ik ga overhandigen. Maar ik denk dat het ook goed is als ik eerst wat lovende woorden spreek. Bernard Wientjes gaat zometeen als opperondernemer wat woorden spreken. Ik sta wel eens voor een zaaltje ondernemers. Dat zijn meestal optimistische mensen. Maar ergens in de loop van de avond dan komt vaak wel het thema aan de orde dat de overheid te breed is in Nederland en de ambtenaar te smal is in Nederland. En dat hoor ik dan zo eens een tijdje aan. En als dat reële klachten zijn, dan vind ik dat we daar ook reëel mee om moeten gaan. Maar ik leg ook altijd de vraag weer terug. En dan zeg ik, zeker als ze internationaal zaken doen, of ze dan in Europa een land aan kunnen wijzen waar het nou veel beter gaat. Dat is vaak al een moeilijke vraag. En dan zeg ik ook, zeg, de reden dat jullie toch plezierige zaken vinden doen in Nederland dan in Italië of Spanje. Er zijn geen ambassadeurs in de zaal, geloof ik. Hè? Dus, dit zijn willekeurige voorbeelden. Maar toch, de reden dat dat hier nou makkelijker gaat, is dat nou de kwaliteit van de ondernemers of de kwaliteit van de overheid? Nou, na enig nadenken wordt dan toch wel toegegeven dat het wel de kwaliteit van de overheid is, dus van u allemaal. Dat het toch uiteindelijk is dat wij hier met z'n allen een kwaliteit van de overheid en van de mensen hebben opgebouwd. Een cultuur van afspraak is afspraak. Je werkt uiteindelijk voor de publieke zaak en niet om er zelf beter van te worden. Je wil ook echt zien dat het beter gaat in Deurne of in Noord-Brabant, of Brabant moet ik tegenwoordig geloof ik zeggen, of in Nederland. Je hebt dus echt een andere motivatie. En dat maakt dus toch het verschil tussen Nederland en andere landen. En dat blijkt niet alleen uit zo'n avondje met ondernemers, dat blijkt ook iedere keer dat de Europese Unie of de Verenigde Naties weer zo'n enquête houdt over waar is het nou plezierig leven. Wordt ongeduldig, geloof ik. Hè? Ja, de wethouder ook, want die wil natuurlijk heel graag hier woord. Als je nou minister op een podium vraagt, dan gaat hij ook wat vertellen. Dat is waar, daar kom ik even naast aan. Oké, maar nog één laatste. Ook als ik nou gewoon op de camping in Italië of Frankrijk zo'n praatje maak met de buurman van hoe is nou de ouderenzorg bij jullie geregeld? Dan na een tijdje kijk ik naar ouderenzorg geregeld. Of kan je hier vertrouwen op de overheid? Dat zijn al die momenten waarop je toch concludeert. We hebben het hier in Nederland, als het gaat om de kwaliteit van de overheid, in Deurne en in de rest van het land heel goed geregeld. Dat wilde ik even kwijt. Ik begrijp dat het doel van deze kaart dan dus ook is dat er steeds vergeleken kan worden hoe goed Deurne doet ten opzichte van de rest van de wereld. Ik denk het wel. Ja, van harte. Fantastisch. En een luid applaus. Echt heel goed. En hij is groot genoeg om met z'n vieren vast te houden, dus dat is heel erg leuk. Maar wat is het nou eigenlijk, Bartel? Is het ja, dan ga ik even vragen. Of een Europese kaart? Wat is het eigenlijk?
een kaart, een landkaart, waarin inderdaad Deurne vergeleken wordt met de rest van Europa. Kijk. Nou, die is prachtig voor op kantoor. Dankjewel. Dank allemaal. Gemeente Deurne.